Een van de maatregelen van de regering Santokki Brunswijk om de Surinaamse economie weer gezond te maken, is het omlaag krijgen van de prijzen voor basisgoederen. Om tot deze prijsverlaging te geraken, heeft de regering op donderdag 7 januari 2021 overleg gevoerd met verschillende stakeholders, vertegenwoordigers van importeurs, winkeliers en consumentengroepen ondersteunen het initiatief ten volle. Wij brengen u een verslag van dit overleg. Wij zijn bezig om een crisisherstelprogramma in te zetten. En daar hoort bij de kosten te stabiliseren. Niet alleen, maar misschien zelfs ook een beetje naar beneden te brengen. Waar dan ook als resultaat uit moet voortvloeien dat de prijzen van goederen en diensten ook op een bepaald niveau gaan stabiliseren. We voeren een herstelprogramma uit, maar we vinden nu het moment rijp om samen met u de prijzen van met name de basisgoederen in eerste instantie en later alle goederen sterker nog naar beneden te brengen. En we hebben, zoals de heer Adjodia aangegeven heeft, overleg gepleegd met de importeurs. Die aan mij gezegd hebben, minister, als u de dollars die nodig zijn voor het importeren van die essentiële basisgoederen ter beschikking stelt tegen 14,29, dan zorgen wij ervoor dat de prijzen met 20% omlaag gaan. Ik ben Karel Wolfram, ik ben voorzitter van de winkeliers en ondernemersvereniging Surinam. Ik ben blij dat u het daarmee heeft aangepakt. Dat u als minister, u wilt sowieso niet bedanken worden en niemand wil dat. En de WOPS, of tenminste ik persoonlijk als voorzitter, ben er ontzettend blij mee dat u een leefbare situatie wilt maken voor alle consumenten van Suriname. De valutas, er zijn een paar valutas, zoals u daar net heeft gemenschend. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Een deel gaat naar de Surinaamse markt en een deel wordt af en toe gesmokkeld naar Brazilië en de Franse kant. En daar hebben de importeur en wij, de winkeliers, misschien niets mee te maken. Maar waar de dollars bestemd zijn om basisgoederen en essentieel goederen goedkoop te maken voor de Surinaamse samenleving, wordt het wel gesmokkeld naar ergens anders, dus dat heeft iemand anders profijt eraan. Dus hoe bent u dat van plan, samen met de minister van Economische Zaken, dan aan te pakken? Dat is wel een question van. Hebben jullie daar misschien wel even over gebrainstormd of over nagedacht? Ja. Next question. U had het over, er zijn een paar valutas. En volgens mij was dat ook niet eerder aangepakt geworden. Maar tot hoe lang verwacht u dat u de basisgoederen en de essentiële goederen voor tarief X hoorbaar zult houden? Dus dat sluit een beetje aan op de vraag van meneer Aguijne, geloof ik. En mijn antwoord was, laten we dit in januari, februari uitvoeren. En dan zullen we weer bij elkaar komen en kijken wat dan de stand van zaken is van onze economie. En op basis daarvan weer besluiten nemen. Ja, maar laten we deze proeftijd nog. 2 maanden is altijd contractueel proeftijd toch? Nee, maar laten we deze 2 maanden even het zo proberen en dan gaan we evalueren en kijken. U heeft een punt wat smokkel betreft. En het betreft niet alleen basisgoederen. Benzine wordt ook gesmokkeld omdat we goedkoper zijn dan Frans Guyana. Wij gaan alle instrumenten inzetten om wat wij betalen voor het Surinaams volk ook beschikbaar te hebben voor het Surinaams volk. Maar ik maak me geen illusies dat we het 100% gaan kunnen afdichten. Zo realistisch moet je ook zijn. Toch? Maar we gaan het wel zo goed mogelijk, als die kraan een grote lekkage heeft en je draait hem dicht, je repareert hem en er komen dan druppeltjes, dan zijn we al tevreden. Toch? Want dan is die verspilling veel minder en natuurlijk moet je hem helemaal kunnen dichtdraaien. Maar daar heb je andere instituten ook voor nodig. Maar u moet me daar ook bij helpen. He, want als u als winkelier ziet dat een Frans-Guyanees of een Braziliaan
bij u, ik noem maar wat, 100 bagel toiletpapier. Is toiletpapier op de reis? Nee, maar laten we ervan uitgaan dat het op de reis staat. Of zout. 200 kilo zout koopt, dan moet er al een wegje bij u gaan branden en dan moet u het rapporteren. En dan gaan wij optreden, we gaan controleren. Ja, misschien is het voor Suriname. Toch, maar laten we dat vaststellen, dat het geen smakker is. Dus u moet me helpen in de controle en het beheersbaar maken van dit soort dingen. Daarom vraag ik u om samen met mij dit pad te bewandelen. Met ons. Omdat... Ik heb dat van u gelezen, dit wat u zegt. Dat zijn vervelende situaties, hè, die we ook moeten aanpakken. Ik heb geen pasklaar antwoord voor u, omdat dit alles te maken heeft met mentaliteit. Ja, niets anders. Ik juich dit natuurlijk toe. We hebben in feite van vorig jaar hebben we dit al besproken. Na de unificatiekoers weer aangekaart. Dus ik ben blij dat we dit punt bereikt hebben. Dat er gesproken kan worden over een stabiele valutakoers voor basis en strategische goederen. En ik ben ook blij dat wij hier met verschillende actoren vertegenwoordigd zijn. De importeurs, de winkeliers, consumentenverenigingen. En dat wij deze gelegenheid gebruiken om direct een impact te maken dat consumenten er direct baat bij hebben. En natuurlijk de opmerkingen die u hebt gemaakt wat over uw voorraden, over een... over hamsteren en ook over smokkelen. Daar zijn we ons van bewust. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat als wij voldoende informatie met elkaar uitwisselen, we deze problemen ook heel vlot kunnen aankaarten. De importeurs gaan natuurlijk zien welke winkelier veel meer of veel sneller een inkoop. En dat tenzij er een verandering is in onze demografie, dan zal dat liggen aan... hoe de winkelier ook zelf misschien te veel voorraden inkoopt of te veel aan een smokkelaar faciliteert. Dus laten we deze maatregelen gebruiken. Zelf controle hebben, zelf reguleren. En voornamelijk dat het de consument, waar we allemaal bij behoren, ook bevoordelen.